burgemeester Andries Heijnema en de redactie van ons dorpsplein Diepeveen.nl. Namens het bestuur van het Cultuurhuis wens ik u allemaal een heel gelukkig, voorspoedig en blij 2018. Want daarvoor zijn we hier ook bij elkaar. De taakgroep Kennismaken en Moeten heeft deze prachtige middag georganiseerd. En bij het begin bedank ik hun alvast voor alle inzet die zij geleverd hebben vandaag. Want zonder hen waren we hier niet geweest. Alvast een applausje. We hebben een half uurtje, een heel gevarieerd programma voor jullie. We beginnen met de dorpsquiz. Ik ga straks uitleggen hoe dat werkt, maar nemen jullie allemaal vast je smartphone ter hand, want die heb je nodig. Na de dorpsquiz gaat burgemeester Andries Heijnema dorpsplein Diepeveen.nl lanceren. Een initiatief vanuit het Cultuurhuis, waar een initiatiefgroep samenwerking vooral de behoefte aan goede en vooral complete informatie en communicatie hier in Diepeveen heeft opgepakt. We hebben twee grote bijeenkomsten gehad waar heel veel mensen waren en iedereen onderschreef die behoefte. En gelukkig hebben we 5 mensen gevonden die de redactie vormen van dorpsplein Diepeveen.nl. En aan hen komt alle eer toe. Opleggen zonder jullie en zonder verenigingen en zonder werkgroepen kan dat dorpsplein Diepeveen niet bestaan. Want we willen zo actueel mogelijk zijn. Gaat u straks ook zien hoe actueel het is. Dus lever op redactie@dorpspleindiepeveen.nl alle informatie aan, activiteiten, wat dan ook. Ook al denkt u het is niet belangrijk, misschien is het wel reuze belangrijk. Zodat het allemaal straks op ons eigen digitaal dorpsplein komt te staan. Gaan jullie allemaal met je smartphone naar de website. En er zijn leuke prijsjes te winnen hoor. De Zaanse golfclub heeft ook een minder formele naam. En dat is de koek. Ik kan het niet lezen. Op zoek de kraan of de hoek. Wat is de minder formele naam van de Zaanse golfclub? Op 15,50. Nog 5 seconden. Als je niet weet, moet je nu gokken. Dankjewel. Beste mensen, wat ontzettend mooi om jullie allemaal als dorpsgenoten op het dorpsplein, het fysieke dorpsplein, te mogen ontmoeten. Wat een mooie traditie, want dat mag ik nog wel zeggen, inmiddels 3 keer. En er was ook vandaag een andere traditie, tenminste een tweede keer, is een beginnetje van een traditie. Dat was namelijk die nieuwjaarsduik. En ik wil even handen zien wie er vandaag in zijn gedoken. Het was een select gezelschap. Er staan daar een paar bikkels, daar nog eentje. Ja, precies. Zijn jullie alweer een beetje op temperatuur gekomen, man? Want dit was echt een heftige. Volgend jaar ga ik ervan uit dat het halve dorp weer meedoet, hè? Net zoals 2 jaar geleden. Maar het waren er nu een stuk of 10, geloof ik. Hè? Dat is een ruim rekening. Maar ja, een mooie traditie in ieder geval. En het dorpsplein zelf, ja, dat gaat vandaag digitaal. We hadden natuurlijk al een eigen digitale krant. Ja, de Diepeveense Courant. Maar ja, de behoefte, het is net al geduid, om nog veel meer informatie, nog actueler, nog diverser, gewoon van wat er in ons dorp allemaal te beleven valt te hebben, die was groot. En ja, wat dat betreft is het een geweldig initiatief om het dorpsplein Diepeveen digitaal zometeen te gaan onthullen.
En wie Dorpsplein zegt, die zegt ook meteen Wiebe Groenwold. Want Wiebe, hij staat daar heel bescheiden achter de computer. Maar jij bent natuurlijk al lange tijd de drijvende kracht geweest achter de Diepeveense Courant. Je hebt ons als dorpsgenoten al heel wat informatie over Diepeveen aangereikt. En ik vind het super dat je ook samen met de rest van het team nu de volgende stap zet. En ook de Diepeveense Courant onderdeel laat zijn van Dorpsplein Diepeveen. En wat mij betreft, beste mensen, voor dat vele werk wat Wiebe de afgelopen tijd al heeft gedaan. Een groot applaus. En die bestopt dus ook niet. Hij gaat inderdaad gewoon met de anderen die net gepresenteerd zijn, gaat hij door om met een heel team van mensen voor te zorgen dat er straks op internet heel veel te vinden valt over, over ons dorp. En er is echt ontzettend hard gewerkt. Want als je realiseert dat in augustus het idee is ontstaan van laten we een dorpsplein digitaal gaan ontwikkelen. En nu staan we hier gewoon, begin januari, en is er gewoon een nieuwe site. Er is dus gewoon echt ontzettend hard gewerkt. En de groep die het doet, dat is een groep die, ik geloof qua leeftijd, ongeveer tussen de 35 en in de 60 werkt. En ze hebben het idee om ook nog een jongerenredactie te gaan starten. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar als je kijkt in welke korte tijd dit is van de grond gekomen, dan zou je zeggen, dit is al een groep jongerenhonden. Maar mensen, er is straks echt alles wat je wil weten over Diepeveen, valt straks te vinden op dorpspleindiepeveen.nl. En wat mij betreft gaan we maar gewoon eens een enorme klap op deze knop geven. Hij is draadloos, de batterijen zijn net weer opgeladen. En die zijn digitaal verbonden met Wiebe. En zodra ik een klap op de knop geef, dan krijgt Wiebe een stroomstoot en dan drukt hij op een knopje en dan gaat het in één keer goed. Tellen we met elkaar af, vanaf 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. En daar gaat hij. Heel rustig. Kijk, je ziet hem. Yes. Een applaus. Het Dorpsplein Diepeveen NL is online. En nu gaan we naar onze derde onthulling. Samen weer met de burgemeester. De rode knop is weer aanwezig. We gaan ons logo onthullen. 5, 4, 3, 2, 1, go!